Oké, dit is Curly. Een labrador die nog niet bekend is met klikken. Ik wil vandaag met Curly een start maken met klikkentraining. Dus ik ga haar eerst de klikker leren waarderen. Dat het geluid van de klik voor haar betekent, nu komt een beloning. Goed zo. Ik gebruik daarvoor de klikker. En ik heb haar eigen voer gepakt, omdat ik de komende tijd veel ga klikkeren met haar. Kan ik haar veel belonen zonder dat ik bang hoef te zijn dat ze te diep wordt. En bovendien zijn de meeste labradors dol op eten, dus zal de beloning hoog genoeg zijn. Ik kies ervoor om met haar zoveel mogelijk te werken zonder een lijn eraan, dus dat de hond los is, zodat ze dus zelf kan kiezen voor haar gedrag en dat ik zelf niets ga manipuleren. Dus alles wat ze gaat aanbieden is volledig de eigen keus van Curly. Wat ik ga doen in hele korte sessies, ik neem 6 voertjes in mijn hand. Als ze eraf blijft, ga ik een klik geven. En daarna geef ik rustig de beloning. Die klik hoef ik niet als een afstandsbediening te doen, dus ik hoef niet zo of naast de oren. Mijn handen blijven neutraal, maar ik wil wel alleen een klik geven als ze niet mijn handen aan het manipuleren is. Dus ze mag best weten dat ik hier voer heb, maar als ze eraf blijft, dan klik ik. En in de rust geef ik haar de beloning. Dat doe ik 6 keer. Heel netjes. Ik vraag dus geen commando voor haar. Geen zit, geen blijf, helemaal niks. Ik wacht gewoon op een rustig moment. Ze hoeft ook nog niet naar me te kijken. Heel belangrijk de volgorde. Eerst de klik. En dan pas maakt mijn hand het gebaar om het te geven. Dus niet gelijktijdig. Nou, dat vindt ze hartstikke leuk. In die tussentijd geef ik haar even een knuffel. Of mag ze even iets voor zichzelf weer gaan doen. Pak ik een volgende serie van voertjes. En dan ga ik kijken of ik alleen kan klikken voor oogcontact. Ze heeft door dat de voertjes hier staan. Ik pak weer 6 voertjes eruit. En die hou ik uit zicht. En op het moment dat ze naar mij gaat kijken, dan klik ik. En geef ik in de rust de beloning. Uiteraard moet ik voorkomen dat ze zelf bij de voertjes kan. Ik wil namelijk niet dat ze naar mijn hand kijkt, maar heel bewust is dat ik degene ben die de klik uitdeelt en voertjes gaat brengen. Superbrein. Goed zo. Goed zo. Dat was blij. Hartstikke blij. Ja. Kies ervoor om deze oefening te doen in een ruimte die prikkelarm is. Dus ze wordt niet afgeleid door andere dingen, geurtjes die ze niet kent. Zodat ze de grootste kans heeft op succes. Nou, ik zie aan dat ze heel graag nog een paar voertjes wil. Dus ik ga er nog 1 kleine oefening achteraan plakken. Ook die doe ik heel kort met een paar voertjes. En dat is leren respect te hebben voor het voer wat in mijn handen zit. Ik ga deze hand nu op neushoogte aanbieden. Grote kans dat ze dat gaat afdwingen met een neus of een poot. En ik ga alleen klikken als ze er rustig op wacht. Thank you.
In eerste instantie is het dus al het stoppen met likken. En uiteindelijk hoop ik dat het hoofd een beetje weggaat van het voer. Ik wacht altijd tot het voer weer op is. En ze weer klaar is voor de volgende poging, voordat ik de vuist weer opnieuw aanbied. En ze gaat het al door hebben. Ze is nu nog wel steeds één keer aan het duwen. En dan komt een moment dat ze zegt, bij het zien van die vuist, ik wacht meteen. Een hele mooie demonstratie, Purley. Goed zo. En nu kan ze kalm wachten en naar mij kijken. Heel keurig. Ze heeft het zelf bedacht. En ik heb niks hoeven forceren met stem door nee of foei. Het is helemaal haar eigen keus. Goed zo. Nou, dat was voldoende voor een eerste sessie. Hele korte stukjes. Met succes. De hond kan geen fouten maken. Kleine stapjes. En op die manier weet ik zeker dat Purley helemaal verslaafd gaat worden aan klikkertraining.